Stichting ZCERT. Wij vormen de frontlinie tegen cybercriminaliteit in de sector en werken aan het digitaal weerbaarder maken van de zorg. De Nederlandse zorgsector maakt grote stappen op het gebied van digitalisering. Maar waar gedigitaliseerd wordt, bestaat het risico op cybercriminaliteit. Hacken, datalekken, phishing en ransomware zijn dagelijkse realiteit voor de zorg. Informatie over zorgbehandelingen, patiëntgegevens, maar ook gevoelige data over de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen. We moeten het zorgvuldig beschermen. De cybertechnieken om deze informatie te ontvreemden ontwikkelen zich sneller dan het licht. Des te belangrijker dat de verdediging ertegen zo secuur mogelijk is. Daarom is er Stichting ZCERT, het onafhankelijke sectoriale Computer Emergency Response Team. Wij vormen de frontlinie tegen cybercriminaliteit in de sector en werken aan het digitaal weerbaarder maken van de zorg. Ons expertisecentrum verbindt expertise op het gebied van cybersecurity aan zorginstellingen. Uit een groot internationaal netwerk van brancheorganisaties, andere Computer Emergency Response Teams en hacker communities halen we kennis die direct toepasbaar is voor alle aangesloten organisaties. We signaleren dreigementen en aanvalsvectoren en delen die real-time via het zorgdetectienetwerk met de Nederlandse zorg. 24 uur per dag, 7 dagen in de week houden we de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Zo werken we samen aan een digitaal weerbare zorg.